Goedemorgen allemaal, we zijn er eindelijk! Yay! Disneyland! Yay! Vandaag gaan we je meenemen door het park. Wat dit jaar 60 jaar bestaat. 60 jaar geleden, iets meer, juli 60 jaar geleden, is het open gegaan door Walt zelf. En wij zijn er nu. We zijn erg benieuwd wat ze allemaal gedaan hebben. We zijn er ook nog met Halloween. En we gaan gewoon eens even kijken wat er in de afgelopen 10 jaar, want de laatste keer dat we hier waren was 10 jaar geleden, wat er de afgelopen 10 jaar allemaal is veranderd. En we gaan plezier beleven in het park dat Walt zelf nog heeft geopend. Zonder ineens in de smurf. Maar we gaan plezier maken. Matterhorn. Do you see the mountain climbers up there? De eerste stalen achtbaan, of eigenlijk ja, de allereerste stalen achtbaan ooit gemaakt, achter de bomen. Daar is hij weer. Is even dicht geweest, pas weer, of pas, een maand geleden is hij weer geopend met nieuwe speciale effects. Tomorrowland. Daar gaan we zo niet mee. Ik bibber heel erg, sorry jongens. Waarschijnlijk de zenuwen en de adrenaline en de actie en noem maar op. Maar we zijn er weer. Suusje staat te wachten naast Dombo. En Suusje, waar kijk jij naar? Wie is daar? Wie loopt daar te staan? Walt en Mickey! Such geothermal forces constantly at work. You can
tell by our surroundings that they can make sense. Fish water has always been considered a silent habitat, but now, thanks to remarkable advances in marine technology, we can use instruments such as our sonar hydrophones to actually hear the fish talk. We lopen Adventureland binnen. Lekker druk. Minder druk als van de week, dat weer wel. Je hoeft nou niet iedere keer zes stappen opzij te zetten. Het Adventureland in Disneyland. Een stukje kleiner. Als in Disneyland Parijs. Maar wel gewoon erg leuk. In de rij voor Pirates of the Caribbean, de laatste attractie die Walt Disney zelf nog heeft helpen ontwikkelen, waar hij volledig is bij geweest. Alleen helaas, net voor de opening is hij overleden en heeft hij niet mee kunnen maken. Het begint hier beneden onder een tunneltje. Ook heel veel leuk pleintje. De ingang staat net achter die boom. Maar wij moeten zo meteen. Maar het loopt goed door. Wachttijd is maximaal 15 minuten. Dat het toch redelijk druk is. Maar 15 minuten valt goed mee. Is heel goed te doen. French Quarter. Stijl. Wat ik sta. En gebouwtjes. En geveltjes. Tegenover de Rivers of America. Daar is de brug waar je onderdoor gaat. Het teltje waar je doorgaat. Wil je dat ook al zien? En hier gaan wij zo naar binnen. Yeah. New Orleans Square. Lekker met tegenlicht ook. Pirates Cove.
was Tom Sawyer Island. Maar sinds de Pirate Films hebben ze hier een piratenontdekkingsding van gemaakt. Iedereen slentert hier ook. En daar achter de bomen, daar is die. Oh. Haunted Mansion Holiday. Frontierland. En ook hier hebben ze Big Thunder Mountain. Dit was de allereerste. Hier hadden ze eerst een train ride through nature's wonderland. Die hebben ze weggehaald, er is wat spannender van gemaakt. En dat is Big Thunder Mountain geworden, de allereerste van de volledige reeks. En als we hier kijken, zien we nog een stukje van de oude oorspronkelijke attractie. Daar kwam je door. En stak hier over het water. Die kant op. Maar dat is er niet meer. Dat is nu een achtbaan. Leuke achtbaan ook. Hier komt ie. Even Frontierland. Big Thunder Mountain. Loop je zo Fantasyland binnen. Dan heb je de eerste huisjes al. Dombo! En daar het ootje koetje 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 koekastel. Ik blijf me verwonderen over de grote hoeveelheden mensen in het park. Wachtrijden op zich, want ik heb het al eerder gezegd, vallen echt reuze mee. Het is niet heel erg kort, maar ja, half uur, drie kwartier max. Maar het is echt sterf van het volk. Het krioelt gewoon. Mr. Toad's Wild Ride. De meeste mensen kennen dit in Disneyland Parijs als een restaurant. Hier is het een dark ride. En nog best leuk ook. En hier heb je de gekke. Hoe heet je? Nee, die gekke. De Mad Hatter's teacups. Een onjaardagsfeestje. Wat gezellig. Wat leuk. Mag je, als je nou jarig bent, zou je dan ook hier niet in mogen rijden? Dat vraag ik me dan wel weer af. Eigenlijk niet, want het is een onjaardagsfeestje. Toch? Of snap ik het dan verkeerd? It's a small world, hebben ze hier ook. Dit is de oorspronkelijke, originele versie van de New York World's Fair. Zit ook in de nieuwe film Tomorrowland. Hij is alleen dicht. Wat vreselijk jammer. Hoewel het een leuke attractie is, het liedje blijft in je kop zitten. Dus helemaal niet zo erg dat hij dicht is. Ze zijn hem aan het onderhouden, aan het opknappen.
En een klein stukje verder. Een heel klein stukje verder. Is Mickey's Toontown. De plek waar alle Disney bekendheden wonen. Een van de kamp is er ook gezellig. Waar is het van? We zijn in ieder geval allemaal voor. Mickey's Toontown. Haast een ver gelopen door een klein kind. Kijk eens hoe geweldig schattig. En hier is. Roger Rabbit's Cartoon Spin. En wederom weer muziek. Het is altijd leuk die muziek, maar dan moet je dus een beetje overheen kletsen. Wil je niet met rechten in de problemen komen. Want dan zijn ze heel erg keen op al die rechten. En dan gaat YouTube en Google gaat weer lopen zeuren. Dus je moet dat verzinnen. We gaan even kijken of we bij Mickey thuis langs kunnen. In Mickey's tuin. Kijk eens wat leuk. Worteltjes. Hij is aan het opnemen in zijn movie barn. Hij heeft ook kippen. Ben ik jou niet ergens van? We staan in ieder geval in de kou. We gaan in zijn filmschuur gaan we even kijken. Er hangen ook wat kleren boven. Van zijn garderobe. Gereedschap genoeg hebben natuurlijk. Bekende hoed staat er ook bij. En zijn vliegtuigje uit zijn allereerste tekenfilmpje. Nog meer Toontown. Ondertussen wordt het alweer avond. Ik heb helaas niet veel kunnen filmen vandaag, maar dat ga ik voor de rest nog even goed. Maar we zijn nog 5 dagen park te doen. Maar het wordt dus ondertussen gewoon avond. En alle lichtjes gaan aan en het is hartstikke mooi. Mijn kaartje deed raar. Helaas, om een of andere vage reden gaf hij aan dat ik geen SD-kaart had. Dus na 2 filmpjes was het ineens vol. Ik heb het eraan praat gekregen, ik heb geen flauw idee van hoe lang. Hij blijft nu ook gewoon weer nog steeds op de verkeerde opnemen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga jullie even mee laten genieten van hoe de lichtjes stappen. Moet je kijken hoe mooi. Oh. Iemand met bellenblaas. Wat het leuk. Dat is toch hartstikke gezellig. Dat is toch hartstikke leuk. We komen weer bij New Orleans Square. Waren we net ook al. Wat een gezelligheid.